De Chinese ambassadeur Li Kuan heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Amer Ramdin van Volksgezondheid. Dit bezoek vond plaats in het kader van de COVID-19-bestrijding. De Chinese ambassade heeft een aantal donaties gedaan aan de Surinaamse regering en is bereid deze ondersteuning te continueren. Op donderdag 23 juli deed de Chinese ambassade een donatie van 23 beademingsapparaten. Voor de volksgezondheidsminister is deze geste een welkome ondersteuning, omdat de opnamecapaciteit nu al tegen het maximale begint aan te lopen. De Chinese ambassadeur heeft volgens de minister ook het verzoek gedaan dat de regering het voorstel van China via ambassadeur Li Kuan bekijkt om artsen die volgens de traditionele geneeswijze werken toe te zeggen. De Chinese overheid heeft ook het verzoek gedaan dat de Surinaamse regering de mogelijkheid bekijkt dat er een testbeleid ontwikkeld wordt voor personen die willen afreizen naar China. Minister Ramadien heeft daarbij aangegeven dat het COVID-managementteam ook bezig is een testbeleid voor te bereiden en dat de ambassadeur daarvan op de hoogte zal worden gesteld. Ook de samenwerking tussen China en Suriname is besproken voor wat betreft het ondersteunen van elkaars infrastructuur op het gebied van gezondheidszorg.